mijn drijfveer voor het ontwikkelen van deze atlas was eigenlijk aanvankelijk van, nou, ik wil gewoon zelf een atlas ontwikkelen. Leek mij gewoon heel mooi om echt een keer helemaal met niks te beginnen. We zijn hier met allemaal mensen die echt een liefde hebben voor aardrijkskunde en het aardrijkskundeonderwijs. Nou, dus we maken geweldig leuke producten. En we hebben een mooie positie in dat aardrijkskundeonderwijs. En als er dan zo'n project als het maken van een atlas bedacht wordt, ja, dan wil niemand dat laten liggen. Atlas, dat vind ik gewoon een heel mooi product. En je kan met een atlas namelijk eigenlijk in één boek vertellen hoe de wereld in elkaar zit. En ik wilde ook wel iets ontwikkelen dat ertoe doet voor het onderwijs. In ons werk kijken we voortdurend naar wat de behoeften zijn, hoe behoeften veranderen, wat leerlingen nodig hebben, wat docenten nodig hebben. En daar proberen we op in te spelen. Dus nu hebben we de beslissing genomen. We gaan een atlas maken. Als je ziet wat voor innovaties er in die atlas zitten, had je nooit kunnen geloven dat eigenlijk met zo'n product wat al honderden jaren bestaat, dat je daar nog nieuwe ideeën aan kunt toevoegen. Ik wilde een atlas ontwikkelen die heel gebruiksvriendelijk is voor de kinderen die daarmee werken. Dus ik wilde een buitengewoon goede navigatie ontwikkelen. Dus er zitten wel 4, 5, 6, misschien wel 10 verschillende toevoegingen in hoe je door die atlas kunt navigeren. En daar gaan leerlingen en docenten heel veel plezier van hebben. Alle kaarten die in de atlas staan zijn ook in Google Earth te bekijken. Nou, je ziet in feite de complete kaart in Google Earth, maar hij wordt ook nog eens een keer echt om die wereldbol heen gedraaid. En bij een heleboel detailkaarten in de atlas linken we ook nog door naar Street View, zodat je echt kunt zien hoe het er in werkelijkheid uitziet. Nou, ik heb echt gemerkt dat het heel inspirerend is als je met mensen samenwerkt die gezamenlijk een soort passie of liefde voor een vakgebied delen en die ook ieder voor zich hun eigen expertise hebben. Nou, dat heeft met elkaar geleid tot een resultaat waar we echt heel trots op zijn. Ik ben Maarten Moddaert, geograaf en cartograaf en initiatiefnemer van Alcarta. Ik ben Pieter Fok, portfolio manager bij Tieme Meulhof, de uitgever van Alcarta.